Vandaag in Tis Wats, 5 generaties bos. En combineren doet ze. Hallo. Oh. Een mysterieuze dame op het blok. Mag ik zeggen, hoe heet dat? Dat je in je toekomst kan kijken of zo. Maar nu eerst herinneringen aan Harry Musquet. Blueslegende Harry Musquet is niet meer. Reden om bij een Haagse blueslegende langs te gaan om herinneringen op te halen aan een fenomeen. Ja, ik vond hem vroeger een behoorlijk heftige stem altijd, dat stemgeluid. Harry Musquet werd bekend in de jaren 60. Hij heeft zich altijd omringd met bijzondere muzikanten. Herman Boot erbij, persoonlijkheid. Wat betekent dat eigenlijk om een blueslegende te zijn? Ik heb geen idee. Nico zag Harry Musquet voor het eerst toen hij 15 was. Ja, dat was in 1965. Toen was ik 15. Dan namen we een colaatje en daar zaten we dan de hele avond op. You gotta help me. Harry van QB in the Blizzards en Nico van Living Blues waren altijd in een muzikale strijd verwikkeld. Hun bleven altijd op 1 staan bij die blues en wij op 2. Hè? En toen was het ineens omgedraaid. Want we hadden toen een vette hit natuurlijk, een paar keer achter elkaar. En toen was het ineens omgedraaid en toen dan krijg je toch een soort wat je Beatles en Stones of zo. Hij hoorde een paar weken terug dat Harry Musquet ziek was. Harry Musquet is 70 jaar geworden. In dit kabouterhuisje aan de rand van het bos woont Oma Bos. Oma Bos is niet alleen met haar kabouters. Ze heeft nog meer familie. Dochter Wil. Hoe is het? Best. Kleinzoon Bill. Hallo oma. Hoi. Hoi. Achterkleindochter Latoya. Hoi oma. Daar ben je. En sinds kort achterkleinzoon Vincino. Inderdaad, 5 generaties bos. Hoe vindt u het dat u bedovergrootmoeder bent geworden? Heerlijk. Want ik ben natuurlijk ik word 93 in november. En dat had ik niet verwacht. Ik heb naar alles wat mijn hartje begeert. Waaraan kunt u zien dat jullie allemaal familie zijn? Ze kunnen allemaal goed praten. Ja? Ja. Smaak je bakkie, wijfie? Tuurlijk. Smaak je bakkie? Goed zo. Jouw overgrootoma is heel erg blij met jouw zoon, hè? Ja, zeker. Waarom? Zij wilde zelf graag altijd een zoon. En tot 3 keer toe kreeg ze een meid. Ja, dus ze is echt extra trots dat het nu een jongen is. En zo, en had ik ze nou zo graag willen hebben. Ja? Ja. En ik had allemaal kousenpissers. Ja, het is gewoon altijd gezellig, maar je verveelt je nooit. Elke keer als ze komt, vertelt ze weer hetzelfde verhaal. Zeg maar, wij maar ja, oma. Ja, ja, ja. Ze heeft nog steeds de bekkie bij haar. En combineren doet ze. Hallo. Oh. Ja, dat gaat de hele dag door. Wat? Koffie. Ja? Ja. Moet jij eigen koffie? Nee. Ben je bang dat je dik wordt? Waarschijnlijk wel. Nou, zo hoef je niet meer te doen, want je ben je al. Oh, dank u wel. Je vroeger, toen we nog op school zaten, en je vroeg aan de wat voor opleiding heb u gedaan, dan zei ze HTS. Hoger toneelschool, hè? Wat dan? Ja, precies. Ik denk dat nieuwe batterijen in mijn oren motten. dat goud moet worden, hè? Zo klein. Net zo groot als u? He? Net zo groot als u? Ja, dat hoop ik. Dat u de leeftijd mag bereiken. Straks in Tis Wat, Leiden maakt zich op voor 3 oktober. 3 oktober, dan zijn we als een boom. Een eerste indruk maak je maar 1 keer. Maar welke indruk hebben anderen van ons?
Wij zetten een willekeurig persoon op het blok en het is aan voorbijgangers en u thuis in te schatten wie dat is. Met vandaag deze dame. Vraag 1 is natuurlijk, hoe oud is zij? Ik denk echt 38? 35. 39? Ik denk dat ze 42 is. 42. Misschien heb ik heel erg beledigd nu, maar... Ze lacht nog een beetje. En heeft zij kinderen? Ja. 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 Nee. Dat verhaal dat zal wel kijken hoor. Is nog een goed vrouwtje om alles, dat lichaam en alles is goed. Maar wat heeft deze dame met de dood? Oh god, is praxis, hoe heet dat? Dat je je toekomst kan kijken of zo. Met de dood? Geen idee. Of ze werkt bij een begrafenisondernemer. En wat verbergt ze eigenlijk onder haar kleren? We kunnen dat moeilijk uitkleden. Ja. Te verbergen? Oh, misschien een step in. Ze heeft heel veel geld onder de kleding. Heel veel geld. En die gaat ze aan mij geven. Jeetje, piercing of zo? Kan dat? Nou, mysterieuze dame, vertel het zelf maar eens hoe het precies zit. Ik ben Sabine Opstal, ik ben 41 jaar. Ik heb een zoon van 16, Danny. We zijn 4 handen op 1 buik. Ik zit in de uitvaartbranche, werk als uitvaartverzorger. Het gebeurt ons allemaal en ik wil daar gewoon voor mensen die achterblijven een mooie herinnering van maken. Wat heb je te verbergen? Ik heb tatoeages. Griekse zuil en dat staat in de uitvaart voor een te jong afgebroken leven. En die heb ik laten plaatsen na het overlijden van mijn vader. Om te beginnen ben ik 2 maanden geleden heb ik de postzegels gehaald van het Leids Ontzet, want dat vond ik erg leuk. Ton is misschien wel de allergrootste fan van 3 oktober. Ik kijk er elk jaar naar uit, ik leef daar helemaal voor en ja, ik kan het niet onder woorden brengen. Het is gewoon voor mijn traditie om te slenteren. En hij kan niet stoppen met erover te praten. Hoe is dat voor u dat hij zo'n 3 oktober fan is? Nou, dat is van mij alleen maar grandioos. Ik ben een geboren Leidenaar natuurlijk. Ik heb er wel iets van 3 oktober wel meegepakt. Sinds ik hem heb leren kennen. Maar voor die tijd heb ik in een tehuis gezeten. Dus dan is het 3 oktober vieren heel anders dan als het met je eigen partner viert. Is er wel eens een jaar geweest dat het tegenviel? Nee. Nee, daar heb ik nou niet. Nee. Nee, Ton en Ria maken er samen een feestje van. Dan zijn we als een bal. 3 oktober, 3 oktober, we gaan de Dus we gaan naar de Waag, we gaan inschrijven. We gaan voor de bonnetjes voor de Halinger Wittebrood. Ton en Ria zijn niet de enige. Heel Leiden staat graag in de rij om bonnetjes op te halen voor haring en wittebrood. Hoi, 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 hoi. 3 oktober, 3 oktober, dan zijn we als een bal. Als een bal. Ik kan hem niet weg. Je kent hem niet meer. Nee. We hebben er net nog gerepeteerd thuis, maar. Ik krijg het niet. Wordt u wel een beetje nerveus? Nee, daar heb ik geen last meer van. Geen last, dat is na over. Oh, hey, die voordringen. Hey, terug. Terug. En dan is het bijna zover. Ton en Ria komen de Waag binnen waar ze bonnetjes voor haring en wittebrood mogen ophalen. Mijn naam is Steenberg. Steenberg. Samen met de andere Leidenaren staan Ton en Ria op 3 oktober dan weer vroeg in de rij om haring en wittebrood op te halen. 6 uur staan we op en dan... 6 uur, ja. En 7 uur gaan we naar het Revelje en dan gaan we gelijk door
naar Hiero en naar de wagen om haring en bitterbrood te halen. Morgen in de 3 oktober serie alles over een echt Leids stripboek. En tot slot Rashagenees Siem de Wit, die overal een mening over heeft. Hey Siem, wat vind je van het gedrag in het verkeer? Ja, je hebt er natuurlijk stapel gekken bij en zo. En wat ik levensgevaarlijk vind, is die jongetjes, maar dan komt het weer, ook om de vreten te verdienen, die pizzarijertjes. Die zitten op zijn scootertje, maar die jongens willen de muntjes verdienen. Dus ze gaan ook wel tussendoor en dit en dat. Maar ja, de politie vindt het wel weer lekker, want die kan bekeuringen uitdelen. Dus zo makkelijk is het. Ja, wat mij betreft kennen ze de halve tijd wel weer terug dat je ze uit kan gaan zitten in je boetes. Want dan ging je lekker een dag zitten voor een onderknaken, waar kan je die verdienen? Dat was hem dan weer. Ook wat? Stuur een mail naar tiswat@omroepwest.nl en ik zeg tot morgen. Hoi, 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 hoi.